Dat kinderen handig zijn met tablets en smartphones is geen nieuws. Dat ze leren programmeren, dat komt toch niet zo vaak voor. Maar ook daar kun je vroeg mee beginnen. Volgende week is het Internationale Codeweek, oftewel de Week van het Programmeren. En daarom werd op basisschool De Bijenkorf een kindvriendelijke robot ingezet die de leerlingen van groep 3 een handje helpt bij taalopdrachten, topografie en techniek. Dus moet hij nog een keer vooruit uitklappen. Kan hij dan niet bij de lucht staan? Daar waren knopjes op. En als je op die knopje drukt, of rechts of links, dan gaat hij die kant op. De B-bot, zoals de robot heet, heeft 7 knoppen en kan 40 verschillende stappen onthouden die van tevoren zijn ingevoerd. Daar gaat hij. Ik doe zoveel als hij op 6 staat. Ja, dan gaat hij daar een kusje op jouw buik geven, denk ik. Ik snap het heel goed, want ik heb maar 1 keer te veel gedrukt. Daar zat ik niet op te letten op de knopjes. Maar ik weet nou helemaal uit mijn hoofd hoe die robot werkt. Moet je op deze knop en als je achter wil, moet je op deze knop. En als je op die kant en die kant wil, moet je op deze kant en op deze kant. Ik denk dat het voor kinderen heel belangrijk is om te leren om te gaan met programmeren. En ik denk dat je daar ook heel jong mee moet beginnen. En ik denk dat het echt past binnen de ontwikkeling die we nu doormaken. En dat het voor het onderwijs heel belangrijk is en voor de toekomst van de kinderen. De robotbij helpt kinderen ook in hun algemene ontwikkeling. Het ruimtelijk inzicht is denk ik heel belangrijk. Vooruitdenken, stappen vooruitdenken. Want de robot moet uiteindelijk naar de juiste letter toe. Dus ze moeten weten, hij moet vooruit, vooruit, rechtsaf, rechtdoor. Tot zover de eerste programmeerles. Vanaf nu gaan de kinderen elke vrijdag met de B-bot aan de slag.